De vooruitstrevende hervormingspartij VHP is meer dan een politieke partij. Dit zei de herkozen voorzitter Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens de verkiezing van het nieuw gekozen congres en hoofdbestuur. Santokhi is voor de derde maal gekozen als voorzitter van de Oranje Partij. Volgens hem is de VHP niet meer weg te denken uit de politiek vanwege haar bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname. We hebben wetenschappelijke projecten uitgevoerd, agrarische projecten, medische projecten, diaspora-conferenties gehouden. We hebben ons Vision 2030 ontwikkeld. We hebben agrarische projecten in het binnenland uitgevoerd om te zorgen dat ook daar een stukje diversiteit komt in die agrarische productie. We hebben enorm veel jongeren getraind. We hebben internationale activiteiten ontplooid. We zijn lid geworden van internationale politieke organisaties. En we zijn ook partij-partij samenwerking aangegaan met andere landen. En dat allemaal als doel om die partij internationaal te gaan positioneren. We hebben met name gewerkt op die uitbreiding van de VHP naar alle structuren toe. Naar alle delen van de samenleving. En we hebben een campagne gevoerd op basis van onze VHP-campagne-strategie 2020. Waarbij wij als thema hadden Red Suriname. En de laatste maanden nog aangevuld in onze campagne, namelijk We're Sitting. De herkozen voorzitter is tijdens een toespraak eveneens ingegaan op de huidige politieke situatie. Daarnaast stond hij stil bij het verloop van de voorbereidingen tot aan de verkiezingen van het nieuw congres en hoofdbestuur. Hiermee is eveneens de campagne gestart voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen in 2025. Het indienen van slechts één kandidatenlijst bij de verkiezingen van het congres en hoofdbestuur geeft volgens Santokhi aan dat er nog steeds sprake is van eenheid binnen de VHP. U bent getuige over het proces wat is ingezet om te komen tot vandaag. Het is gestart vorig jaar, niet doorgegaan vanwege COVID-19. Om te komen tot bestuursverkiezingen. Met inachtneming van de bepalingen, de statutaire bepalingen, de procedures. Waarbij ieder de bevoegdheid had om een kandidatenlijst in te dienen, om een formulier hier te halen, om uw eigen kandidatenlijst te presenteren. Maar u heeft dat niet gedaan. Niet omdat u niet democratisch gezind bent, niet omdat u geen verantwoordelijkheden wenst te nemen, maar u heeft geloof. En het vertrouwen in deze voorzitter met zijn bestuur die de partij verder gaat leiden. U heeft het niet gedaan omdat u een voorstander bent van eenheid in de partij. U heeft dat gedaan omdat u eensgezindheid wil in de partij. U heeft dat gedaan omdat de VHP leiding geeft aan het land. En als u leiding geeft aan het land dat in een ernstige crisis is, dan verdient dat een volledige ondersteuning van de partijstructuren.